Gisteren hebben we het grootste verlies op de beurs ooit gezien. wat betreft marktwaarde. Dat had te maken met het aandeel Facebook of Meta. dat gisteren met 26% onderuit ging op de beurs. En in de video die ik gisteren maakte over Facebook. vertelde ik ook al dat ja, beleggers de laatste weken eigenlijk best wel nerveus zijn. En dat we daarom juist ook regelmatig van dit soort koersdalingen zien: van 20% of meer. onder andere dus bij Facebook. Onder andere bij Netflix, maar ook bij andere bedrijven. We zagen trouwens gisteren ook weer nieuwe bedrijven met kwartaalcijfers komen. En bij die kwartaalcijfers schoten juist de koersen omhoog. Soms tot wel 60% in de plus bijna na beurs. Terwijl ik me afvraag of dat nou wel weer ook de juiste reactie is die bij die cijfers hoort. Dus laten we die cijfers gaan bekijken en beginnen met deze video. MUZIEK Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Waar we vandaag dus juist gaan kijken naar die kwartaalcijfers die goed waren, of in ieder geval goed ontvangen werden door de beleggers. Zeker na beurs zagen we echt koers, ja, stijgingen van tot wel 60%, zoals ik al zei. Um, ik wil dan eigenlijk vooral gaan kijken naar de cijfers dus van Amazon, Snapchat en Pinterest. En ik zal dan vertellen wat mij opvalt aan die cijfers en wat mijn mening is. Maar laat ook zeker weten wat jou opvalt en wat jouw mening is via de reacties onder deze video. En laten we dan beginnen met het aandeel van Amazon, dat staat nu vandaag 12% in de plus voorbeurs, maar hadden we gisteren ook tijdens de handelsuren zagen we eigenlijk al dat het die dag in ieder geval uh, in de min afsloot met bijna 8%. Amazon heeft dan eigenlijk een brief met de kwartaalcijfers, eigenlijk niet zo heel duidelijk of niet zo'n mooie presentatie, maar oké okay, we gaan het ermee doen. En wat vooral opvalt, laten we gewoon bovenaan even beginnen, de operating cashflow is afgenomen met 30%, dat is dus niet heel positief, de free cashflow is afgenomen afgenomen met 9,1 miljard in totaal. Dan kijken we naar het specifiek het vierde kwartaal dus eigenlijk. Daar zien we wel een toename van 9% in de omzet. Na bijna ja, 147, of 137, 138 miljard dollar omzet in één kwartaal, in het vierde kwartaal. Natuurlijk vaak wel een heel goed kwartaal met de feestdagen waar Amazon natuurlijk uh, optimaal van profiteert. Al waren de kosten ook heel erg hoog. Uh, iets om in rekening mee te houden als we gaan kijken naar de operating inkomen. Die is dan ook afgenomen in dat kwartaal. Uh, afgenomen met 3,5 miljard. En dat is vergeleken met ja, de 7 miljard bijna een jaar geleden. Maar de netto-winst is dan wel weer juist heel positief. En dat was ook het eerste wat me opviel. toen ik een notificatie gisteravond kreeg van. de verwachting van beleggers was geloof ik 3,85 dollar of zo. In ieder geval ergens in de 3 dollar geloof ik. Terwijl uiteindelijk de winst per aandeel. Op bijna 28 dollar uitkwam. Nou, dat is 14,3 miljard winst in het vierde kwartaal, vergeleken met ja, 7,2, oftewel een verdubbeling, vergeleken met een jaar daarvoor. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om hierin op te merken dat dat juist eigenlijk vooral komt door het, ja, de aandelen van Rivian die ze hebben. Rivian is vorig jaar dus naar de beurs gegaan. Amazon was daar aandeelhouder van. Um, en die hebben dus optimaal kunnen profiteren van die beursgang. Sowieso wel een interessant verhaal, natuurlijk. Omdat je zelf goedkoop inkoopt en vervolgens een grote bestelling plaatst. Wordt het bedrijf eigenlijk zoveel waard dat je waarschijnlijk misschien wel heel je bestelling alweer hebt terugverdiend. Maar oké, okay. van die 14,3 miljard, dus aan winst, is uiteindelijk 11,8. Miljard komt daardoor van Rivian, dus eigenlijk als je dat eruit haalt, is het ook op dat punt afgenomen. in Het afgelopen kwartaal en is het dus eigenlijk zo dat, ja, ook al zien we het voorbeurs 12% of zo in de plus staan, dat het eigenlijk helemaal niet zo'n positieve cijfers zijn. Kijken we echter naar het hele jaar, het heel 2021, dan zien we wel dat de hele omzet is toegenomen met 22% naar 470 miljard. Echt. Heel veel omzet. De uh, operating income ook toegenomen. En de netto winst van 33 miljard is ook ja, gewoon positief. Is ook gewoon heel erg goed. Dus eigenlijk het vierde kwartaal is vooral eigenlijk wat een beetje tegenvalt. Uh, laten we ook even gaan kijken naar het, ja, wat nieuwsberichten die ik daarbij zie. Amazon, zoals gezegd gisteren dus in de min, had dus wel een behoorlijke winst van 27 dollar. Um, dat was al oh, 3,61 dollar waar ik het eerder over had. Ergens in de 3 dollar. Nou, analisten verwachten dat. Misschien dat analisten geen rekening hielden met Rivian. Ik weet het niet. Maar eigenlijk was Rivian dus eigenlijk ja, vooral hetgene waardoor er uiteindelijk dus wel winst werd gemaakt. Of in ieder geval meer winst dan vorig jaar in het vierde kwartaal. Kijken we nog verder. Een andere reden waarom het aandeel natuurlijk wel ook in de plus staat. Is, uh, oké, okay, het, het hele jaar 2021 was wel goed. Het vierde kwartaal wat minder door de hoge kosten. Maar nu gaan ze juist, hebben ze aangekondigd. Uh, de abonnementskosten van uh, het Prime-abonnement verhogen. In Amerika gaat dat 139 dollar per jaar kosten. En dat was nu 119 dollar, dus 20 dollar omhoog. Dat hebben ze in 2018 ook al gedaan. En in 2014 ook al, telkens ook met 20 dollar. Dus je ziet wel dat ze nu om de vier jaar ongeveer de kosten daarvan verhogen. En dat scheelt natuurlijk ook wel. Ja, het laatste jaar heeft natuurlijk veel kosten gemaakt. Heel duur om alles te transporteren of überhaupt al te krijgen. Dus dat scheelt me zeker wel, want heel veel mensen hebben natuurlijk een abonnement. En ja, of mensen nou wel of niet bestellen... je hebt in ieder geval weer 20 euro of 20 dollar extra per jaar per abonnee. Ik denk niet dat heel veel mensen hierdoor zullen gaan opzeggen. Kijken we natuurlijk wat lang geleden al altijd een heel belangrijk onderdeel was van Amazon... en dat nog steeds is, is uh, AWS, Amazon Web Services. En dat zorgt nu... Dat was een paar jaar geleden. Eigenlijk kwam alle winst daar vandaan. En dat is eigenlijk nu nog steeds een heel belangrijk deel. Juist ook omdat juist het pakketjesgedeelte nu dus heel erg tegenviel. We zien um, dat er zo'n uh, operating profit van 5,3 miljard was. Op een omzet van net geen 18 miljard. Dus ook hele goede winstmarges daar natuurlijk op. En het zorgt er ook voor dat de operating uh, profit was groter dan de 3,5 miljard die Amazon dus met de pakketjes had. Dus zoals gezegd. Hier zien we eigenlijk ook een heel belangrijk onderdeel staan van. Uh, ja, de e-commerce e zelf, het business, het belangrijkste gedeelte van het bedrijf. Die was niet winstgevend. En zeker ook niet uh, buiten de VS. In Amerika nog wel een beetje, maar vooral buiten de VS moet je natuurlijk nog vooral marktaandeel opbouwen, kost het gewoon heel veel geld. En voor de eerste keer zegt Amazon zelf iets over advertising. En dat zien we vooral ook op de volgende pagina. Uh, Amazon heeft gezegd dat ze in het laatste kwartaal. Bijna 10 miljard aan omzet hadden vanuit uh, advertising. 32% hoger dan een jaar geleden en 27% hoger dan het kwartaal daarvoor. En voor het hele jaar hadden ze dus een omzet van 31 miljard uit uh, advertising. En dat zijn vooral dus de advertenties. Um, bedrijven die ver producten verkopen op Amazon kunnen ook betalen om hoger in de zoekresultaten te komen. Nou, dat is dus behoorlijk wat, wat ze daarmee verdienen, want dat is meer bijvoorbeeld dan dat Google verdient met YouTube. Met bijna 29 miljard per jaar en 4,5 keer zoveel als de bedrijven Snapchat of Pinterest bij elkaar. En dus eigenlijk best wel een wisselend beeld dat we zien. We zien wel dat het blijkbaar goed wordt ontvangen door beleggers. Terwijl eigenlijk het kwartaal zelf niet zo goed was. Ik denk dat het vooral richting de toekomst gaat. Juist nu Amazon Prime, uh, het abonnement, de prijs daarvan verhoogd wordt. Is natuurlijk wel positief voor in de toekomst. Dat ze daar ja, natuurlijk best wel veel leden hebben. Keer 20 dollar. Dat tikt natuurlijk behoorlijk aan. Eigenlijk wel jammer om te zien dat de winst dus nu vooral afhankelijk is van Rivian. En dat is gewoon een eenmalig iets. Zelf heb ik het aandeel. Ik geloof eerder deze week gekocht. Uh, geen heel aandeel. Ik had 500 dollar wat ik nog had staan bij eToro. Heb ik geïnvesteerd in Amazon. In een gedeelte van een aandeel dus. En ik denk nu. We hebben al wat ja, negatief uh, rendement gehad de afgelopen dagen. Nu waarschijnlijk dus vandaag in de plus. Dus ik denk. Als ik zo ga kijken dat ik. Uh, waarschijnlijk mijn aandeel zal gaan verkopen, of in ieder geval het gedeelte van het aandeel dat ik heb, mijn positie in Amazon zal ik gaan verkopen. En omdat ik gisteren dus de video had over Facebook en dat het daar eigenlijk vooral de groei tegen viel, uh, ze hadden last van concurrentie en die namen zien we trouwens nu dus ook verschijnen in het kwartaalrapport van. Uh, van Amazon daar zien we ook Snapchat en Pinterest genoemd worden. En die kwamen gisteravond ook met kwartaalcijfers. Dus dat is voor mij een reden om ook even die cijfers te gaan bekijken. Te beginnen met Snapchat. Nou, die staat voorbeurs nu op 48% in de plus. Dat was gisteravond uh, zelfs 59% in de plus. Maar moeten we ook weer opmerken, gisteren was ook geen goede dag voor dit soort aandelen. Zoals ik al zei, Facebook nam heel veel concurrenten ook mee naar beneden. En gisteren zagen we dan ook dat het bijna 24% in de min stond. En zelfs met die plus van vandaag voorbeurs is het nog altijd ongeveer een beetje hetzelfde als vijf dagen geleden. Dus dat plaatst het wel een beetje in perspectief. Kijken we dan naar de presentatie van de vierde, vierde kwartaal van vorig jaar. Trouwens, een uh, heel mooi opvallend kleurtje in de achtergrond. Uh, dan zien we hier eigenlijk alle cijfers staan. Belangrijkste omzet. De omzet neemt met 42% toe op jaarbasis naar 1,3 miljard. Dus eigenlijk waar Facebook ook wel omzet zag toenemen, maar ja, minder groei zag. Of eigenlijk wat negatieve dingen had. Zien we dat bij. Uh, Snapchat dus een stuk minder gebeuren. Uh, wat we verder op zien vallen is dat bijvoorbeeld de net-inkomsten uh, 136 miljoen hoger is en daardoor positief uitkomt en dat ook de cashflows positief zijn. Dat is misschien wat moeilijk te lezen, dus laten we vooral grafieken gaan kijken, altijd makkelijk. De revenue bij uh, geography, oftewel voor de hele wereld, zien we het nu naar 1,3 miljard bijna stijgen vanuit de 911 miljoen vorig jaar. Dus een uh, plusje van 42 procent, of niet eens een plusje, een behoorlijke plus van 42 procent. Uh, Amerika, heel groot gedeelte van de omzet, ongeveer zo'n drie kwart zo te zien, gevolgd door Europa en de rest van de wereld, dat zien we eigenlijk bij alle platformen wel terug. Kijken we naar het uh, dagelijks aantal gebruikers, neemt met 20% toe, dus waar we bij Facebook het zagen afvlakken of zelfs misschien in Amerika een miljoen afzagen nemen, uh, is het hier nog steeds een groei. Amerika groeit hier nog 6%, Europa 11%, maar vooral de rest van de wereld groeit heel hard met 20%. Uh, 41% de omzet per gebruiker die neemt toe met 18% naar 4 dollar iets meer dan 4 dollar over het hele gedeelte. Ook wederom hier zoals gezegd bij Facebook zagen we dat ook. Het is vooral Amerika waar de gebruikers heel erg waardevol zijn, waar de meeste omzet wordt gehaald. 9,60 dollar bijna, gevolgd Europa 2,54 dollar of 1,12 dollar in de rest van de wereld. Dus ze moeten het vaak vooral hebben van de Amerikaanse gebruikers gevolgd door de Europese gebruikers. Kijken we dan waarom het aandeel uiteindelijk zo hard is gestegen, dan heeft dat onder andere denk ik hiermee te maken, dat ze uiteindelijk nu het eerste kwartaal winstgevend zijn, dat ze niet langer een verlies hebben, maar een winst hebben van 23 miljoen. En dat zorgt natuurlijk ook voor natuurlijk dat dan de winst per aandeel er is. Ook al is het maar 1 dollar cent, het is in ieder geval wel een stijgende trend die we al lang zagen aankopen, maar ja, het is nu dus eindelijk gebeurd en dat is natuurlijk... Heel erg positief voor aandeelhouders. Niet langer is het bedrijf verlies laten. Maar het is juist waarschijnlijk als ze deze trend in ieder geval door weten te zetten. En dat zal waarschijnlijk wel, ook al is het vierde kwartaal, denk ik, ook wel voor dit soort bedrijven juist heel erg goed. Dat het wel zo is dat het nu laten zien dat ze winstgevend kunnen zijn. En dat dit waarschijnlijk dus ook in de toekomst vaker gaat gebeuren. Want dat zien we ook bij de Free Cash. Zo, die zagen we al af en toe zo positief worden. Vorig jaar in het vierde kwartaal nog niet, of tenminste. Een jaar geleden in het vierde kwartaal 2020, nog niet, maar in 2021 hebben we inmiddels drie kwartalen gehad waar het wel positief was. En dat zorgt er dan ook voor, zien we hieronder dat uiteindelijk over het hele jaar gezien, we dus een uh, positieve free cash flow hebben van 223 miljoen. En dat zorgt natuurlijk dat, ja, gewoon het aandeel, ook al is het dan misschien met 60% of met 48% omhoog gaat, be beleggers aan de ene kant nerveus, aan de andere kant, als ze dit soort cijfers zien, en eindelijk zien dat het gewoon. Best wel prima cijfers zijn, er zit groei in. Ze zijn winstgevend, ook op een heel jaarbasis. Dan wordt dat heel positief ontvangen. En laten we ook nog even kijken naar de cijfers van Pinterest. Zelf gebruik ik het niet, maar er zijn natuurlijk wel veel mensen die het wel gebruiken. En het past ook wel een beetje in het rijtje van social media. Dus even benieuwd hoe het daar dan gaat. Gaat dat meer zoals Facebook? Ja, daalt, het niet meer zo, of daalt het misschien, stijgt het niet meer zo hard of gaat het net zo goed als bij Snapchat? Nou, gaan we kijken naar de omzet, ten eerste. Dan zien we dat die op jaarbasis met 20% is toegenomen. Um, internationaal is dat 61% groei, zelfs en in Amerika 11%. Dus we zien het hier van 706 miljoen in het vierde kwartaal van 2020 naar 847 miljoen uh, in het ja, vorige kwartaal dus. Niet zo'n grote stijging meer zoals we eerder zagen. Maar uh, Pinterest is ook echt wel een bedrijf geweest dat is ja, volop heeft geprofiteerd van de coronacrisis. Het platform werd in één keer een stuk meer gebruikt. Is dat nog steeds zo? Nou, dat kunnen we hier zien bij de maandelijks actieve gebruikers. En dan kun je zeggen uh, nee, want de groei ging er al langzaam uit. En in het afgelopen kwartaal is hij zelfs negatief. Over, het, over de hele wereld neemt het af met uh, 6% het aantal maandelijks actieve gebruikers. Internationaal is dat min 4%, 12% neemt het af zelfs onder de Amerikaanse gebruikers. Dus dat is uh, ja, niet, ja, niet eens positief. Nee, het is negatief natuurlijk, maar ook wel behoorlijk negatief. Want wat we hier ook kunnen zien, is dat het niet alleen daalt en vooral daalt onder Amerikaanse gebruikers. Net zoals bij Facebook, net zoals bij Snapchat, zien we dat het eigenlijk vooral de Amerikaanse gebruikers zijn die zorgen voor de hoge omzet. De gemiddelde omzet uh, voor alle gebruikers is 1,93 dollar. Voor een Amerikaanse gebruiker is dat 7,43 dollar... terwijl voor het internationaal nog geen 60 cent is. Het is juist ook vervelend om te zien... dat juist de meest winstgevende gebruikers het platform aan het verlaten zijn. Maar kijken we dan de jaar-op-jaar -jaar basis... dan zien we wel gelukkig dat het nog steeds groeit met 23 procent... ondanks dus dat um, ja, de, het aantal gebruikers afneemt... stijgt in ieder geval de omzet per gebruiker wel harder. Dus dat is dan nog wel iets positief hieraan. Maar het is natuurlijk wel iets lastig om te zien... Want het is eigenlijk nog niet zo'n heel groot platform. Het aantal gebruikers valt op zich wel mee met zo'n 431 miljoen per maand. En toch al zien we dat daar eigenlijk ja, dus de dus de groei is er eigenlijk al gewoon uit voor dit bedrijf. Kijken we dan tenslotte nog even naar de EBITDA, oftewel de winst per aandeel. Of de winstgevendheid van het hele bedrijf, zo moet ik het zeggen. Dan zien we dat die met een procent is afgenomen naar 41% nu. Of 42% dat het was in het vierde kwartaal van 2020. Maar juist door die omzetstijging die we zagen, zorgt het wel dat, voor dat met ongeveer hetzelfde percentage er meer winst wordt gemaakt. Dus van net geen 300 miljoen naar 351 miljoen, oftewel een toename van zo'n 17% op jaarbasis. En Pinterest is een aandeel dat ik zelf heb gekocht, uh, ik nog zelf ook steeds in bezit heb. Ik heb het gekocht voor ongeveer 58 dollar. En dat was meer na een daling een paar maanden geleden. Ik dacht dat herstelt alweer, maar dat uh, is het niet geworden. Het is inmiddels dus bij ongeveer nog een keer gehalveerd uh, de koers. Het is dus ook met deze cijfers ook al zijn die wel positief aan de ene kant als we naar de omzet kijken, voor mij geen reden om bij te kopen. Het is ook niet per se een reden voor mij of geen reden voor mij om de positie te sluiten. Dus ik laat mijn positie in ieder geval zo nu staan. En als we dan even kijken naar een soort samenvatting of een conclusie van deze video met de drie kwartaalcijfers die we hebben gezien. We zagen gisteren al en dat vertelde ik ook in die video hoe Nerveus de markt is of hoe nerveus beleggers zijn als het misgaat of even slecht gaat of tegenvalt. In ieder geval anders gaat, denk ik dat we het zo moeten zeggen, anders gaat met een bedrijf dan dat analisten hadden verwacht. Dan zien we dat een aandeel hard wordt afgestraft met 26% voor een bedrijf als Facebook. Maar dat Facebook dan ook eigenlijk heel veel concurrenten of de hele sector mee naar beneden neemt. Daarom zagen we gisteren dus behoorlijke verliezen. Ook bij al dit soort bedrijven, al deze bedrijven zagen we gisteren flink in de min staan. Na het bekendmaken van hun kwartaalcijfers, juist flink in de plus staan. Een flinke plus voor bijvoorbeeld Amazon. 12% is echt een behoorlijke plus voor een bedrijf van deze omvang. Is dat terecht? Ik denk dat vooral ja, de cijfers bij, eigenlijk bij alle drie wel. Er waren onderdelen van de cijfers die heel erg goed zijn. Maar er zijn ook onderdelen van de cijfers die juist tegenvallen. Bij Rivian, of bij Amazon kun je zeggen, ja, eigenlijk alle winst kwam vanuit Rivian. Het vierde kwartaal was helemaal niet goed. Het hele jaar was wel goed. En door de omzetstijging of de kostenstijging of het abonnementstijging, zo moet je eigenlijk zeggen, komt er waarschijnlijk volgend jaar meer omzet binnen aan het abonnement van Prime. Dus het is een beetje heel lastig in te schatten. Um, dat maakt het waarschijnlijk ook dat de beurs op deze manier reageert. Dat we soms dalingen zien van 20, 30 procent en andere momenten juist weer flinke stijgingen zien. En dat zorgt er aan de ene kant voor dat het heel erg interessant is op dit moment. Um, misschien kun je zelfs wel profiteren van dit soort dipjes. Op korte termijn kun je behoorlijke rendementen maken... maar dat gaat ook gepaard met behoorlijk risico. Want als je net op het verkeerde moment instapt... gaat morgen misschien het aandeel wel hard onderuit. Dus um, ja, zoals gezegd, dat is eigenlijk een beetje mijn mening. Mijn kijk op de cijfers van deze drie bedrijven... en een beetje op Facebook van gisteren. Maar laat ook vooral weten... Hoe jij naar deze cijfers kijkt, wat jouw mening is, wat jou opvalt. En laat dat vooral dus weten in de reacties onder deze video, want dan kunnen we ook allemaal van elkaar nog wat leren. En dan zijn we daarmee aangekomen aan het einde van deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.